مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. Dames en heren luisteraars, van harte goedemorgen en welkom tot deze zaterdagsaflevering van gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pirkans, Kal A. Jorkel. Dit is de aflevering voor zaterdag 17 oktober 2020. Kal A. Jorkel wordt live uitgezonden vanuit Paramaribo, Suriname en is nu te beluisteren via de RBN radiofrequenties RP de Hot One 89.7 FM. Deze uitzending is ook te beluisteren via ACME Radio 91.3 FM. In Nikeri zit deze uitzending op de 103.5 FM. Kal A. Jorkel is ook live te zien via YouTube. Daarvoor gaat u naar de YouTube-source, u slaat in RBN Suriname. Dan kunt u deze uitzending ook live volgen. Kal A. Jorkel is ook te zien vandaag live via Alpha Televisie Channel Facebook. U gaat naar uw Facebook-source. U slaat in Alpha Channel Suriname, dan gaat u deze uitzending ook kunnen zien. Online is deze uitzending te beluisteren via dbsuriname.com. En landelijk in ons eigen land Suriname is Rashid Pirkans Kal A. Jorkel te zien via Rapar Broadcasting Network RBN kanaal 5.1. Mijn naam is Farid Pirkan, ik ben uw presentator voor gisteren, vandaag en morgen Rashid Pirkans Kal A. Jorkel. En zegt tegen u allemaal assalamu alaikum. Laat me, zoals gebruikt, mijn plicht vervullen om allereerst alle mensen die een dierbare hebben verloren te condoleren en u allemaal veel sterkte toewensen. Vandaag moeten we ook alle mensen die ziek zijn beterschap toewensen en goede gezondheid aan u allen. Uiteraard zijn er vandaag ook een heleboel mensen jarig in COVID-tijd. We feliciteren alle mensen die vandaag hun jaardag vieren op hun eigen manier en ik wens u toch een heel mooie dag toe. Vandaag willen we in het bijzonder feliciteren José Zuiverloon, die is vandaag jarig. José is een bekwame ervaren piloot van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij. José, een hele mooie dag aan je toegewenst. Diana Ashroef is er vandaag ook jarig, ook aan Diana een heel aardige dag. De volgende persoon mag zich voorbereiden op dinsjaardag morgen, zondag 18 oktober. Dat is Robert Voogd. Voor maandag 19 oktober, Fidia Brahmatewari. En voor dinsdag 20 oktober, Ursula Chitani Ramzan. En ook nog Maureen Jagroep. En Maureen Jagroep is bij de WW woonachtig in Nederland. En die mag haar jaardag voorbereiden voor dinsdag 20 oktober. Bent u overigens vandaag jarig, wens ik u allemaal een heel aangename dag toe. Laat me u vandaag ook de internationale olieprijs doorgeven. Een vat olie noteert $42.81 en de goudprijs noteert $1.979 voor een troy ounce. Kal A. Jorkel voor vandaag. We gaan later op de ochtend praten met minister Amar Ramadine, de minister van Volksgezondheid. En wij gaan met hem praten over 2 tot 3 onderwerpen tegelijk, onder andere over COVID. We gaan met hem praten over SZF, we gaan nog gaan praten met over huisartsen en alles wat ter tafel komt in deze uitzending van Kal A. Jorkel. En vandaag krijgt u uiteraard ook de gelegenheid om te participeren telefonisch in deze uitzending. U kent de rules and regulations van Kal A. Jorkel, niet moeilijk. U mag uw mening geven, u blijft netjes, u blijft beschaafd zoals u bent, zoals uw opvoeding dat betaamt en dan kunt u meedoen aan deze uitzending. Voor het eerst in 70 jaar gaat er een federale executie plaatsvinden van een vrouw in de Verenigde Staten. Het Amerikaans ministerie van Justitie is van plan om voor het eerst in bijna 70 jaar weer een federale executie van een vrouw uit te voeren. Lisa Montgomery, die is veroordeeld voor een moord in 2004, wordt op 8 december ter dood gebracht. Montgomery, die schuldig werd bevonden aan het wurgen van een zwangere vrouw in Missouri, zal worden geëxecuteerd door middel van een dodelijke injectie in de Amerikaanse staat Indiana, aldus het ministerie in een verklaring. De laatste vrouw die door de Amerikaanse regering werd geëxecuteerd was Bonnie Healy, die in 1953 in een gaskamer in Missouri ter dood werd gebracht. De Amerikaanse federale overheid had sinds 2003 geen doodstraffen meer uitgevoerd,
maar is er dit jaar half juni weer mee begonnen. Bijna 60 ter dood veroordeelde misdadigers zitten in een dodencel op grond van zaken die de federale justitie heeft aangespannen. We gaan direct voor u de telefoonlijnen opengooien. En wij verwachten uw maatschappelijke mening op het telefoonnummer dat u in beeld ziet. Dat is 532037. Ik herhaal het nummer voor u. Dat is 532037. En u kunt meedoen aan KAL, AACH or KAL. Er heeft een verdubbeling van de wereldbevolking plaatsgevonden in 49 jaar tijd. Er wonen relatief veel meer mensen op onze aarde dan 49 jaar geleden. De wereldbevolking deed er 300.000 jaar over om tot 3,9 miljard te komen in 1974. Nu, 46 jaar later, zijn het er twee keer zoveel. Die 7,8 miljard zijn de redenen van onze duurzaamheidsproblemen, zegt men. U weet hoe meer mensen op aarde, en die toename is er, is pakweg 7,8 miljard mensen wonen over de gehele wereld. Dat betekent al dat al de mensen, inclusief onszelf, gaan als eerste gevoed moeten worden. Al de mensen op aarde moeten ook levensplezier hebben. Al de mensen op aarde moeten goed drinkwater hebben, moeten huisvesting hebben, moeten onderwijs hebben. In elk geval het minimale dat een mens nodig heeft om toch nog plezierig te kunnen leven. En 7,8 miljard mensen op aarde, dat geeft aan dat er enorme potentie zit voor alle landen die eventueel voedsel produceren. Want voedsel is het voornaamste product die de mens nodig heeft om te overleven. Dit is Kalajorkal. Laten we kijken wat ons eigen land ons te bieden heeft. In COVID-19, waarin we allemaal leven, u weet, het coronavirus gaat voorlopig niet weg. Eergisteren heeft men nog zelf in de Verenigde Staten gezegd dat als zou men bij wijze van spreken vandaag een vaccin ervoor vinden, zou het nog een jaar duren voordat wij eventueel naar een normale omstandigheid kunnen gaan. Dat is als men een vaccin voor vindt. Vooralsnog is bekend dat een aantal farmaceutische fabrikanten die bezig waren met die experimenten, met de testen en de onderzoekingen, die testen hebben gestaakt omdat er bijwerkingen zijn gevonden. Dus het systeem vertraagt. En zolang er geen vaccin is, dames en heren, dan weet u dat. U bent al ingebed in dat systeem. Betekent dat u bij eventuele besmetting, en het hoeft niet per se zo te zijn hoe ik dat ook weer ga zeggen, dat het eventueel dood tot gevolg kan hebben, omdat er gewoon geen medicatie voor is. Het is wel zo dat relatief veel meer mensen genezen tot nu toe dan het aantal mensen dat sterft. Maar het aantal is al ver boven de 1 miljoen dat overleden is aan het coronavirus. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Goedemorgen, meneer Pierkan, tot de heer Beeuw. Ja, meneer Deel, goedemorgen. Ik wil even op iets reageren, toch? Want dat ding is al twee keer over belastingen. Maar mijn vrouw is gebeld, ze is gepensioneerd en ze betaalt belasting, toch? En de andere had ook gebeld, hij is ook gepensioneerd en hij betaalt belasting. Toen had de minister gezegd waarop dat ze niet kunnen betalen eigenlijk, toch? En dat soort dingen, toch? Hij heeft iets uitgelegd. Maar waarover ik wil hebben, toch? Want de minister heeft die mensen eigenlijk niet een goed antwoord gegeven, vind ik. Je moet goed luisteren, hoor. Vanaf juli, april 2020, kregen de mensen een belastingkorting van 750 SRD. En die gaat lopen van deze nieuwe regering tot en met de BTW is ingevoerd. Dus de BTW komt over twee jaar, gaat die 750 belastingkorting voor iedereen, elke loontrekker, duren tot de BTW. Nu komt het. Om die 750 gulden, iedereen die vanaf 5000 en minder verdient, dus minder dan 5000, betaalt niet meer dan 750 SRD aan belasting. Dus al die mensen zeggen dat ze belasting betalen, toch? En ze krijgen die korting. Dat betekent dat hun loon erg hoog is. Maar het probleem bij de overheid is dit, dat vele mensen hun loonslip niet begrijpen. Wat doet de overheid? De overheid telt die 750 gulden voor die mensen op en trekt het later weer af aan de andere kant.
Waardoor die mensen denken dat ze belasting betalen, toch? Maar ze betalen niet. Dus ze moeten goed opletten wat er gebeurt bij, op hun slip. Heeft u begrepen? Ik probeer het te begrijpen, maar gaat u gang. Ik probeer het nee, te begrijpen. Nee, maar weet u dat elke loontrekker nu een belastingkorting krijgt van 750 gulden per maand? Dat is wel bekend. Dat is bekend. Ja, als die mensen zeggen dat ze belasting betalen, dat betekent dat hun belasting hoger is dan 750 SRD. En een vrouw die zegt ze krijgt een weduwepensioen. Weduwepensioen is de helft van je manse pensioen. En om meer dan 5.000 te verdienen. 5.000 is 70% van je normale loon. Dan moet je geweldig veel verdienen om 5.000 te kunnen krijgen. Ja. Oké. Okay. Waarom ik bel, hè? Mm-hmm. Als die mensen toch betalen, toch? Moeten ze nagaan als ze niet worden bestolen door de overheid. Want ze mogen eigenlijk niet betalen. Oké, correct. Want vele leerkrachten betalen niet meer. En leerkrachten op een miljoenniveau betalen ook niet. Prima. Oké, ik dank u voor deze aanvulling. Dank u wel. Deze materie is twee keer aangekaart. Ik bedank deze beller ook overigens. Ik ben er zelf niet op ingegaan, omdat ik drie mensen heb gevraagd die naar mijn inziens het beter zouden moeten weten. En ik heb er drie verschillende antwoorden voor gehad. En doordat ik drie verschillende antwoorden voor heb gehad, heb ik het in principe daarom nog niet behandeld. Omdat als ik drie antwoorden krijg, dan weet ik er zelf ook niet mee om te gaan. Wat ik nu wel ga doen, ik ga met iemand van de Belastingdienst praten. Want die moeten het wel beter weten. Dus ik heb hun nog niet gevraagd, laat me dat ook goed zeggen. Ik heb hun niet gevraagd. Ik heb drie verschillende mensen binnen de overheidsinstantie die binnen het ambtelijk systeem zitten, gevraagd. En ik kreeg er drie antwoorden voor en ik werd er ook even niet goed van. Dus de volgende keer dat u van mij gaat horen hierover, daarom gaat u merken, ik heb er zelf nog niks over gezegd. De minister heb ik gevraagd, ik heb naar de minister geluisterd, uitgaande van dat hij het waarschijnlijk weet. Hij was er ook niet zo zeker van. Deze meneer geeft een aanvulling op datgene hoe mensen het moeten gaan interpreteren. Ik zelf wil even nog met iemand van de belastingen gaan praten. Want zij moeten het wel weten, want zij doen de inhoudingen. Dus daarvoor heb ik ruimte nodig, omdat ik nog geen concreet antwoord ervoor heb. Maar ik bedank mensen voor hun attentie en hun aanvullingen die ze vooralsnog plegen over dit onderwerp. Dank u wel. Dit is Rashid Pierkans Kalajorkal. Ik groet ook vandaag op deze zaterdag onze duizenden luisteraars en kijkers in voornamelijk Nederland, die ook vooral op de zaterdag heel veel kijken, omdat het qua tijdsverschil hun goed uitkomt. De woensdagavonduitzending, 8 uur Surinaamse tijd, tikt een beetje te ver aan voor hun. We hebben toch weliswaar mensen die kijken. Dat zijn de mensen die overigens nog laat op blijven daar. Maar de zaterdag komt hun relatief toch ook veel beter uit. Dus ik groet u allemaal vanuit Paramaribo. We gaan met Amar Ramadien later praten in deze uitzending. Let wel, meneer Ramadien, althans minister Amar Ramadien, zal niet live aanwezig zijn in de studio. Oorspronkelijk had ik een afspraak met hem dat we het live zouden doen, lijfelijk aanwezig zouden zijn. En dat u ook vragen zou kunnen stellen. Dat gaat jammer genoeg niet door kunnen gaan, omdat hij gisteren terug is gekeerd uit Guyana. Hij was daar met drie ministers. We gaan ook daarover met hem praten. En dan konden we die aansluiting niet vinden om live te zijn in de uitzending. Wat we wel gaan doen, we gaan via de telefoon met hem praten. En hij gaat proberen zoveel mogelijk onderwerpen aan te kaarten met hem, zodat u ook op uw eigen manier geïnformeerd bent. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Bent u er? Hallo? Ja, goedemorgen, u bent in de uitzending. Ja, goedemorgen. Ja, gaat uw gang. Ja, nee, ik heb een vraag voor de minister van Sociale Zaken. Ik heb de minister van... met betrekking tot mensen die... Hallo, ben ik in de uitzending? Ja, u bent er, u kunt praten. Ja, de vraag is mensen met een beperking die bij de ambtenarenapparaat werken, toch? Mensen die van lager kader, zeg maar, tussen de 2000 tot, ja, zeg maar, 2500 SRD ontvangen per maand. Maar ze hebben een beperking en ze werken. En ze komen niet uit. Hebben ze ook recht op het in het AKB-systeem?
Want ik, heb een paar, ik ken een paar mensen die wel ambtenaar zijn voor het kader lager. Maar ze verdienen bij AKB een bedrag van volgens mij 300 tot 500 SRD. Maar andere, wanneer je normaal daar bij sociale zaak gaat aanvragen, dan zegt men dat je daar niet in aanmerking komt omdat je al ambtenaar bent. Maar het gaat erom dat ja, je bent ambtenaar, je hebt een beperking, je bent verlamd misschien aan je been of aan je handen en voeten. Je werk en je komt niet uit omdat je een extra kosten hebt, omdat je een beperking hebt. Dus je wil graag in aanmerking komen voor AKB. Hoe staat het daarmee? Dat is de vraag eigenlijk naar het ministerie van, naar de minister van Sociale Zaken, alsjeblieft. Oké, dank u wel. Ik zal trachten deze vraag door te geleiden naar de minister. Ik heb er zelf een antwoord voor. Er zijn veel financieel ambtelijke vragen waarvan de desbetreffende ministeries het relatief hoogwaarschijnlijk beter weten. Maar ik zal deze vraag doorgeleiden en als ik een antwoord mocht krijgen van hem, dan hoort u dat zeker van ons in Kalajorkel. Wat COVID aangaat, we zijn er allemaal al een beetje gewend hoe we onze leven aanpassen op onze eigen manier. Iedereen heeft zijn eigen manier, maar er zijn vaste protocollen waaraan wij ons moeten houden. Daar ontkomen we gewoon niet aan. Althans, ik praat over mijn land. Want ik praat niet over Nederland, ik praat over Suriname. Het aantal nieuwe COVID-19 besmettingen bedraagt gisteren 19. Volgens de 's avonds bijgewerkte COVID-19 website. Er zijn 307 testen uitgevoerd. 13 personen zijn genezen verklaard. En het totale aantal actieve gevallen bedraagt 84. 540 personen niet positief getest bevinden zich nog steeds in quarantaine. Op de intensive care unit bedraagt het aantal patiënten 4 en 34 personen worden nog steeds buiten intensive care verpleegd in de ziekenhuizen. 45 personen, ik herhaal, correctie, 45 positief geteste personen bevinden zich in isolatie. Het totaal aantal positieve besmettingen sinds de aanvang van de COVID-pandemie bedraagt 5113. De regering heeft intussen al haar bezoeken aan de districten uitgesteld vanwege COVID-19, maar daar praten we later meer in deze uitzending van Kalajorkel. Intussen, als u naar de winkel gaat, dan zult u gemerkt hebben, en iedereen gaat wel naar de winkel, want we moeten voornamelijk voedingsmaterialen inkopen voor onze eigen levensonderhoud, dan zult u gemerkt hebben dat de broodpuntjes verhoogd zijn geworden in prijs. Een puntje kost nu 1 SRD en 25 cent. Dat is een verhoging van 25 cent en dan zullen ze zich afvragen, ja, sommige mensen zullen zeggen, maar 25 cent dat lijkt niet veel. Maar je moet het aantikken per gezin, per dag, per week, maal 4 per maand, wat het verschil betekent voor een gemiddelde burger om extra te betalen. En een gezin gaat nu 175 SRD moeten uitgeven per week om van brood te kunnen genieten. 175 SRD per maand, zodat gemiddeld gaan kosten ongeveer 700 SRD, zodat een gezin gaan kosten. En 700 SRD aan brood alleen, en kinderen eten over het algemeen veel brood, ook anderen, maar voornamelijk als kinderen naar school gaan, schoolgaande kinderen, dan praat ik hier brood zonder eventueel beleg, droog brood, daar praat ik over. En dan is dat voor een totaal gezin, is dat aan de hoge kant. Als we kijken naar de average loon, dan is dat aan de hoge kant. Destijds in 1987, op 20 februari 87, dat is een hele poos terug, de iets wat oudere luisteraars en kijkers zullen zich dit wel herinneren, zijn een enorme schoolstakingen geweest in ons land. En de primaire reden van deze stakingen was geen brood, geen school. En die stakingen waren er, en toen tijdens deze stakingen zijn kinderen ook geslagen geworden door de oude troepen toen in 87. De kosten levensonderhoud, dames en heren, die liegen er gewoon even niet om. Als mensen zeggen dat alles duur is, dan hebben die mensen geen ongelijk. Mensen hebben gewoon geen ongelijk. De primaire redenen
waarom het duurder is geworden. Los van de basisproducten die de overheid subsidieert, maar leven is meer dan alleen maar basisproducten, is dat de staat die unificatiekoers heeft doorgevoerd, dat is één. En een tweede doorslag is die douanekoers. Want wanneer je goederen importeert, en we zijn een importerend land, betaal je heffingen aan de poort. En voorheen konden de mensen die goederen importeerden op een koers van 7,25, de douanekoers toen, hun goederen importeren. Maar toen die koers is doorgetrokken naar 14, betekent dat alles dat je binnenbrengt naar die poort tegen 14 betaalt. Dus dan krijg je automatisch die verhoging. En dat heeft dan weer zijn effect, tezamen met die olieprijs, in logistieke verhouding, kosten, logistiek, transport, opbergen, transporteren, alles. Ja, dan gaat die prijs wel aardig aantikken. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoort u mij? Ja, ik hoor u. Goedendag. Gaat u gang. U moet praten, hè? Ik heb een vraag. Ja. Ik heb een vraag. Wat gebeurt er dat de pensioenen zo laat worden gestort? Want tot vanmorgen nog is er niet gestort. En wij ouderen, we gaan eronder. We sterven ervan, we hebben dat geld nodig. En u vraagt het aan mij. Misschien dat u wat over kan zeggen. Oké, dank u wel. Ik weet niet waarom die pensioenen niet zijn gestort. Ik denk dat de minister die belast is daarmee antwoord op moet geven. Ik had begrepen van hem toen hij hier was in de uitzending. En dat was afgelopen woensdag. Dat die stortingen zouden plaatsvinden. Maar als u dat nog niet heeft gehad, dan moet hij antwoord op gaan geven. Deze vragen zijn ministeriële vragen die voor de vakministers bestemd zijn. Dus ik zal dat ook moeten vragen, want ik ben ook niet op de hoogte ervan. Ik hoop dat u dit stukje wel begrijpt. De banken, als u geld hebt op de bank, SRD, en u wil uw geld gaan lichten, dan zult u merken dat u niet genoeg van uw tegoeden kunt gaan innen. De banken hebben dat beperkt vanwege het feit dat ze zeggen, er is een schaarste aan Surinaamse dollars. En door die schaarste van Surinaamse dollars beperken zij hun cliënten voor het opnemen van hun gelden. In principe gijzelen de banken de middelen van de klant. Want als die klant zijn geld met tegoedertrouw heeft gebracht naar die bank, welke bank dan ook, en ik zeg, alsjeblieft, ik heb mijn geld voor jou gebracht en ik heb een afspraak met jou, toen ik het heb gebracht, dat ik in een bepaalde format mijn geld terug mag krijgen. En als je nu mijn gelden beperkt, dan gijzel jij mijn middelen. En nu gebeurt dat burgers niet genoeg van hun eigen geld. Ik heb het niet eens over vreemde valuta, want die beperking is er al een hele poos. Die verhaal kennen we al. Maar nu zeggen ze dat er schaarste is. Dan mogen mensen bij de kassa per dag maar 2500 SRD opnemen en per week 5000 SRD, gemiddeld bij de average bank. Verder is er een limiet gesteld voor bedrijven voor 10.000 per dag en 20.000 per week. Weet u wat het probleem gaat worden? En ik denk die banken weten het. Mensen gaan hun geld niet meer naar de bank brengen. Want als ik mijn geld moet brengen naar de bank, SRD, want ik heb lasten te betalen en ik kan die cashflow niet krijgen in contanten zoals ik dat wens, dan ga je krijgen dat mensen veel meer geld thuis gaan houden met alle gevaar ook van dien. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Goedemorgen, meneer Pierkan. Goedemorgen. Maar mij wat ik was aan. Als een regering, nieuwe regering, dus het takje over mensen met dubbel salaris, die man voorkomen aan dat ding. Dan mij is nog verschillend, want we zullen de burger ontvangen.
dan meer praten dat man. De fatus man kan bekleden 10 functies. Dus alle man, alles maar afzonderlijk. Baby functie. We beginnen niet om iemand onaangenaam te zijn, maar we beginnen aan First Lady, we beginnen aan meneer Leo Brunswijk. Als ik bereken en ga je doen verstaan, dan ongeveer een gezin bestaat uit 3 sma. Meneer, want ik heb je toch altijd boom en ik werk goed, ook aan je toon. Maar ik kan safa radio of a TV zien, zo want nog zo des mannen ook zo noma arkiu boom. Oh, sorry. Hij moet dat geluid ook dubbel toch. Is het zo goed? Ja, prima. Gaat u gang. Oké, meneer. Als je berekenen zijn dan, Tusma hebben ze voor gezin 30 namen voor in haar gezin. Koop voor de Tusma, want dat denk ik ook toe abi. Want gezin voor 3, het bestaat van gezin voor 3. Daarna 24 sma. Ik kan zien, ja. En als de regering het pleit voor good government, voor dat dubbel salaris moest verdienen. Zij dit, Mickey, nog een vice-president, nog een president, nee voorkom, attack in die zin, voor sma lever kritiek, attack ding. Want je potie, juist maar naar jullie voorzitter voor de partij. Je politie heeft geschud. Want kanker naar een bayo. Nee, verstaan, we gaan dit herstellen. We gaan dit doen, we gaan dat doen. We gaan bruggen bouwen, we openen aan money. We gaan dit. Maar nee, verstaan dat die amai lukken aan realiteit. Dat zij heb ze eigenlijk. Want man naar een feestje functie. En denk, ik ben wel een sabi voor een man. Pot aan money zijn en toesma die zien. Wang en vergaar in wang moen. Te denk, kies de functies te bekleden. Dan moet je een actie, president, alleen even konden. Als dat redelijk is tegenover sma die stem. Voor poel wang zijn die de onredelijk. Heeft de schieden zijn die zich in een vorm voor redelijkheid. Dat moet je wel actie, meneer Birkan. Oké, dank u wel voor uw opmerking, Arki Joen. En ik hoop dat president Arki doet. En a boskopu, a mo kisi, uitzending si wang, ook kisi, heeft mi fu trasma toe. En ik begrijp die vraagstelling en ik begrijp die opmerking wel. Liefde gaat om redelijkheid, billijkheid en rechtvaardigheid. Want dat is de stelling eigenlijk van deze meneer. En de gevoelens die hij uit op een zeer nette, beschaafde toon, daar kunnen vele mensen ook begrip voor opbrengen wat hij daarmee heeft bedoeld. Het is ook niet correct. Het is ook niet correct dat één persoon, en dan heb ik het niet over personen in whatever, maar u begrijpt het verhaal, in meerdere raad van commissarissen zitten. Het is gevoelsmatig, laten we gevoelsmatig werken. Laten we dat juridisch gezeik, of het nou juridisch correct is, gevoelsmatig spreekt dat de mens niet goed aan. En het slaat terug. Je gaat een opkropping van haat en wrok krijgen, die uiteindelijk op een bepaald moment gaat uitbarsten. En daarmee moet men wel rekening houden. Dit is Rashid Pirkans Kal Ajorkal. Minister Amer Ramadin, goedemorgen. Bent u eraan de telefoon? Ja, goedemorgen meneer Pirkan en goedemorgen kijkers en luisteraars, ik ben er. Geweldig, dank u wel dat u uw tijd neemt voor vandaag om met ons te praten. Oorspronkelijk hadden we een afspraak dat u lijfelijk aanwezig zou zijn, maar dat zou niet kunnen, want u bent gisteren teruggekeerd uit Guyana. Klopt dat? Ja, dat klopt. Nou mijn vraag, is er een regelgeving dat als mensen uit Guyana terugkeren naar Suriname, of die ook in quarantaine moeten? Inderdaad, we hebben Guyana heeft een iets hoger risico dan Suriname. En hier hebben wij dus gebruik gemaakt van een protocol voor essentiële reizigers, waarbij wij voor het vertrek naar Guyana geswapt waren, na aankomst in Suriname onmiddellijk geswapt zijn. En dat wij zoveel als mogelijk in quarantaine bleven.
met de afspraak dat wij maandag of dinsdag wederom geswapt worden. Wat is zoveel als mogelijk? Is het quarantaine of is het geen quarantaine? Nee, kijk, we hebben, het is een groep die essentiële diensten verleent aan de Surinaamse gemeenschap. Dus wij hebben de afspraak dat wij zoveel als mogelijk thuis blijven, in quarantaine blijven. En als u zich mag begeven, dat u de maatregelen in acht moet nemen. Maar het is volledig doorgecommuniceerd naar de groep van 8 personen die geweest waren. En we hebben dan de afspraak dat we maandag of dinsdag weer. En de resultaten van gisteren de aankomst is gelukkig bij ieder negatief. Okay. Dus we hebben afspraken dus lopen met de groep. En dat doen we ook bij protocollen voor essentiële reizigers. En dan denk ik aan diplomaten of de president of ministers die weg moeten. Waarmee wij deze afspraak maken en voor vertrek de afspraak gemaakt wordt met de mensen. Oké. Okay. Minister, u bent naar Guyana gegaan. Wat bent u daar gaan doen? Ik was een deel van een ministeriële delegatie. Waarbij gesproken is met onze Guyanese collega's. Het waren de minister van Volksgezondheid, Buitenlandse Zaken en Openbare Werken. En er zijn dus bilaterale gesprekken gevoerd. We hebben op verschillende aspecten gesproken. Als u mij specifiek vraagt, kan ik alleen informatie geven over details van Volksgezondheid. Ja, alleen waarbij ik met mijn collega Dr. Frank Anthony een onderhoud heb gehad over de samenwerking die we hebben op het gebied van volksgezondheid, die wij kunnen exploreren en verder uitbouwen. Mede ook kijken naar de toekomst waarbij er een vaste verbinding zal zijn tussen Suriname en Guyana. En twee is de COVID-situatie die we hebben besproken, waarbij er gedacht werd aan het herstarten van personenverkeer en goederenverkeer tussen Suriname en Guyana, op welke wijze dat op een veilige manier geschiet. Iedereen is er zich van bewust dat Guyana op dit moment iets qua incidentie hoger zit dan Suriname. Tevens moet ik zeggen, we hebben ook met de CARICOM, met de Europese Unie, gesproken. En ik mag zeggen, de CARICOM en de Europese Unie hebben de Surinaamse regering gecomplimenteerd voor de COVID-aanpak. Terwijl de hele regio eigenlijk nog aan het struggelen is met de COVID-situatie. Zijn ze zeer onder de indruk van onze aanpak, waarbij wij maatregelen hebben. Dat is nog gisteren bevestigd door de EU-vertegenwoordiger. Ook de Guyanese, de Guyanese minister van Volksgezondheid heeft dat kenbaar gemaakt. En in dat kader hebben wij onze technische assistentie ook aangeboden aan de Guyanese regering. Ik heb al onze protocollen die wij hier hebben geproduceerd ook meegenomen voor de Guyanese regering. Hebben ze aangeboden aangegeven dat zij hier ook nuttige informatie kunnen halen hoe wij hier werken en wat wij allemaal doen, onze maatregelen ook gedeeld met ze. En we hebben dus afspraak dat wij in een werkgroep nog komende week nadenken over een veilig protocol tussen voor Suriname en Guyana, dus voor personen die willen aan en komen van Guyana. En dat is één wat hebben besproken, dus daaraan wordt er heel binnenkort gewerkt. Er zijn twee modellen besproken, hoe wij op een veilige manier tussen deze twee landen kunnen bewegen, onder welke voorwaarden, et cetera. En het tweede is, we hebben gekeken en ook de Guyanese ministerie duidelijk aangegeven dat Suriname qua gezondheidszorg en mogelijkheden op een veel hoger niveau zit op dit moment. We hebben veel meer mogelijkheden qua diagnostiek en behandeling. En dat zij heel erg geïnteresseerd zijn om van deze diensten ook gebruik te maken. Dus een stukje medisch toerisme, dat is besproken daar. We hebben dat gauw opgepakt, afspraak gemaakt dat wij een werkgroep installeren die gaat nadenken over onze mogelijkheden. Ik heb zo'n 9 gebieden geïdentificeerd waar Guyanese inwoners gebruik kunnen maken van onze medische mogelijkheden. Bijvoorbeeld, Guyana heeft geen MRI-scan. We hebben wel een CAT-scan, maar geen MRI-scan. En op dit moment vertrekken Guyanese tot naar New York om een MRI te doen. Mm-hmm. En we hebben aangegeven dat wij hier 2 MRI-scans hebben. Dat is een stukje medisch toerisme, waarbij ook de Surinaamse gezondheidsactoren wat mee kunnen pikken. Maar ook de Surinaamse overheid wat extra kan verdienen. Een andere mogelijkheden die besproken zijn operatieve mogelijkheden, zoals hartoperatie, dialyse, oogoperaties die niet daar plaatsvinden.
maar ook oncologie, dus radiotherapie. Al deze behandelingen zijn niet beschikbaar in Guyana. En de mensen gaan naar duurdere plaatsen in de wereld. En wij kunnen het ook aanbieden. En daarmee krijgen we onze gezondheidssector ook een boost. En kunnen we ook een beetje verdienen aan dit soort behandelingen. Aan de andere kant is het voor de patiënt ook veel logistiek, ook veel heel dichtbij om hier behandeld te worden. Ik ken de relatie tussen Guyana en Nikeri bijvoorbeeld, waarbij dus eigenlijk nu plannen zijn om ook een beetje te gaan investeren in Nikeri, waardoor screening en dat soort dingen daar kunnen plaatsvinden en de behandelingen hier. In dat kader zijn we dus al vanaf dit weekend gaan wij dus al werken. De bedoeling is dat wij rond 25 november bij een bezoek van de Guyanese regering aan Suriname in het kader van 45 jaar onafhankelijkheid, dat we een MOU moeten tekenen, waarbij dus duidelijke kader is voor het uitbouwen van deze mogelijkheden. En er is heel veel interesse. Ik heb van de minister van Volksgezondheid uit Guyana begrepen dat zij heel erg onder de indruk zijn. Ze willen ook zelf meepikken in trainingen die wij kunnen verzorgen. Onze specialisten kunnen verzorgen voor hun. Alles tegen betalingen. Het is gewoon business die wij moeten gaan doen met onze deskundigen en mogelijkheden. Dus daarna kijken wij uit. Minister, dat zijn de zaken die een beetje zijn besproken in Guyana. Mm-hmm. En ook hebben wij aangeboden dat wij kunnen meehelpen qua COVID-testen. In Guyana vinden de testen ook plaats, maar zijn heel duur. Er worden door private clinics gedaan. Aan de andere kant gaan er ook testen naar Amerika. En hebben wij aangegeven dat wij ook een behoorlijke capaciteit hebben aan testen. Dus wij kunnen ook testen aanbieden aan Guyanese inwoners. Dus ook dat wordt besproken in een gedetailleerde ontmoeting via Zoom binnenkort. Prima. Heer minister, we hebben gemerkt dat er in Guyana hun luchtruim is reeds opengesteld. Ja. Er landen nu iedere dag vliegtuigen uit New York, Trinidad, uit Panama, landen iedere dag op Chidijagan International Airport. Onze luchtruim is in principe nog half open, half dicht. Waar gaat het verschil in zitten? Waarom kunnen wij van ons niet openmaken en zij kunnen van hun wel? Want zij hebben, neem ik aan, ook voorzorgsmaatregelen getroffen dat mensen toegelaten kunnen worden. Hebben jullie ook daarover gepraat? Wat doen zij, wat wij minder goed doen? Want hun luchtruim is open, vorige week. Ja. Nou, ik wil niet zeggen dat zij goed doen wat wij minder goed doen, maar we moeten kijken of dat wel werkt. Want de incident in Guyana verklaart ook een beetje de consequenties van flexibele maatregelen en lossere maatregelen die je neemt als overheid. We hebben dit ook besproken, ja. We hebben ook serieus nagedacht van, hey, doen wij iets verkeerd hier misschien? Houden wij ons niet aan richtlijnen in de wereld? Maar het is inderdaad zo. Guyana heeft een veel flexibelere aanpak. Ze gaan akkoord met een negatieve test alleen. Ze geven geen quarantaine. Ik heb het ook nog gevraagd van waarom geen thuisquarantaine? Het is duidelijk dat er geen mogelijkheden bestaan. Ze willen niet investeren in isolatie zelf. Ook mensen die positief, meneer Pierre, gaan, mensen die positief getest worden in Guyana. 80% van de mensen zitten in thuisisolatie. Dat hebben wij. Dat verschilt hemelsbreed met Suriname. Dus daar zie je weer twee landen met twee verschillende aanpakken. Maar ook de effecten zie je en de resultaten. De mensen zijn in thuisisolatie en ik heb nog de minister gevraagd, hoe doen jullie aan controle? Want wij hebben thuisisolatie helemaal uitgesloten in uitzonderlijke gevallen waarbij misschien alleenstaande moeder met twee kinderen positief getest wordt. Dan kan die niet in een overheidsisolatie. En hij zegt nou, ja, we gaan op het vertrouwen af van die we hebben in de mensen. En wat je ziet inderdaad ook, alle maatregelen die Guyana heeft genomen zijn echt maatregelen op papier. Er wordt een curfew aangekondigd tussen 9 uur 's avonds en 4 uur in de ochtend. Maar we zijn daar geweest. We zijn ook in de avond op straat geweest. En we hebben niet gemerkt van een curfew. Dus wat ik hiermee wil stellen is, er wordt een beleid uitgestippeld door een overheid. Bij ons focussen we erg op strikte naleving van de maatregelen. We focussen op handhaving. We focussen op uitbreiden van isolatiefaciliteiten vanuit de overheid, dus investeren. Maar Guyana pakt het heel anders aan. Die zegt, nou, ik ben positief, we werken aan jouw verantwoordelijkheid. Jij wordt geadviseerd om in thuisisolatie te gaan. Maar de mensen
gaan gewoon op straat en besmetten verder. Waardoor ook de battle against COVID-19 in Guyana veel moeilijker is. En ook de transmissie eigenlijk verder verspreidt. Wat we in Suriname dus duidelijk zien dat de maatregelen die we meegenomen hebben, wel hebben geleid tot nu een positivity rate van tussen de 5 en 8%. Het is ideaal voor de WHO. Die heeft toch zelf gezegd laatst, er zijn heel weinig landen die tussen de 5 en 10% een positivity rate hebben. Ik ben blij dat Suriname in deze categorie zit op dit moment. Waar we van 40 tot 50% aan positivity rate komen in augustus 2020. Ja. Dus er zijn goede stappen gemaakt door Suriname. We hebben serieus gekeken naar hun openingsplan voor hun ESP. En ik mag u zeggen dat wij deels kunnen meegaan met de voorgestelde maatregelen van hun. Dus er zijn wel goede vooruitzichten voor Suriname. We nemen het mee en deze week komen we er wel besluiten hier omtrent. Prima. Er is veel geweest de vorige week omtrent het openstellen van onze rugrij, vooral op de Mid-Atlantische route. En er is veel goed gebeurd, maar er is ook heel veel misgegaan. Er was veel misinformatie naar mensen die moesten vliegen. Van zouden ze nou onder bewaking gaan? Zouden ze nou in een hotel moeten gaan? Hoe zit de situatie nu? En hoe zit de situatie met die bewakingsorganisatie Blitz die in afspraak is gekomen? Meneer Pierka, wij zijn nu op het punt, en dat mag ik hier als primeur geven, en dat wordt binnenkort ook bekendgemaakt, indien we zover zijn, uiteindelijk neemt de president het besluit. Wij zijn nu ernstig aan het overwegen om de vluchten tussen Suriname en Nederland compleet stil te leggen. Het is een reële optie op dit moment, omdat Nederland op dit moment een qua incidentie en besmettingen heel hoog zit in Europa. Het hoogste bijna, kan je zeggen. En op dit moment zitten wij nog met een vlucht tot 2 vluchten per week uit Nederland. We hebben als voorstel dat wij de lijnen tussen Nederland en Suriname ernstig gaan evalueren. Zij het helemaal stilleggen, alleen cargo-vluchten misschien. En dan essentiële personen die daarmee kunnen komen. Maar dat is een idee die op dit moment leeft binnen ons. Wij hebben ook als idee om als personen toch komen dat zij dan een hotel nog steeds moeten hebben als quarantaine, omdat onze quarantainebeleid niet gaat veranderen. We gaan niet toestaan dat personen uit een superhoog risicogebied komen naar Suriname en gewoon vrij gaan lopen. Wat momenteel volgens mij wel gebeurt hoor, vanwege al die perikelen de afgelopen 2 weken. Helaas moet ik zeggen. Maar we hebben dus ook wat ideeën. Ik wil die nog niet helemaal prijsgeven, maar er zijn wat ideeën die wij oppakken. Met betrekking tot dat van Blitz, laat me heel duidelijk zijn hierover. Het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van TCT hebben zich terstond gedistanceerd toen ter sprake kwam dat Blitz een dubieuze achtergrond heeft. We hebben ons terstond gedistanceerd hiervan. We hebben dus juist een andere aanpak aangekondigd of geadviseerd. Dat er feitelijk elke beveiligingsbedrijf de beveiliging zou mogen doen. En eigenlijk moeten we nu nadenken eraan dat we niet de persoon beboeten die overtreedt. Maar als een beveiligingsbedrijf jou beveiligt, dat we het beveiligingsbedrijf verantwoordelijk stellen voor eventuele uitspattingen. We weten ook dat een heleboel mensen onze advies hebben omzeild. Ze doen een tentatieve boeking via internet, bij een hotel. De hotels die eisen geen betaling en slechts een boeking, laten zo'n boeking toe. De persoon komt naar Suriname en de boeking wordt onderweg gecanceld door iemand hier in Suriname. En de persoon is al op de vlucht, maar hij hoeft niet verplicht naar het hotel omdat er geen betaling is geweest. Dus we zijn heel inventief, de mensen zijn heel inventief. Het maakt ons alleen maar scherper in onze beleidsvoering. Mm-hmm. Maar we zijn ook aan het kijken naar het aanbieden van enkele elektronische bandjes, de GPS-bandjes, bekende GPS-bandjes, waarbij nog een hotel, nog een beveiligingsbedrijf nodig zal zijn. Maar dat u bij aankomst in Suriname zo verplicht wordt om een GPS-bandje aan te schaffen. En dan wordt u gevraagd om zoveel mogelijk in quarantaine te blijven. Maar als je toch op straat gaat, dat we dan middels GPS uw contact tracing kunnen doen. Dus dat is ook een mogelijkheid. Ja.
die we ook serieus overwegen. Alleen moeten we nog horen van bedrijven. Ik heb reeds brieven gestuurd naar een aantal bedrijven die ons een offerte kunnen geven van dit soort van elektronische snufjes. Die we kunnen inzetten bij ons nieuw quarantainebeleid. Oké. Okay. Minister, ten aanzien van Blitz, twee departementen hebben zich gedistanceerd, Volksgezondheid en TCT. De Surinaamse luchtvaartmaatschappij heeft haar verontschuldiging ook zelf aangeboden. Maar doordat deze organisatie een illegale organisatie is, en als dat was doorgegaan, zouden mensen bewaakt worden door illegale bewakers, om het zo uit te drukken. Waarom is er geen strafklacht of onderzoek ingediend tegen, tegen deze organisatie? Waarom is er geen klacht ingediend? Ja, dus we niet per se door jullie, niet per se door Volksgezondheid, maar NCCR kan dat doen, SLM kon dat doen, TCT kon dat doen. Iemand kan een klacht hebben ingediend, maar tot nu toe is er geen formele klacht ingediend. Dus wat ik heb begrepen is dat de SLM een interne rapportage zou doen toekomen. Met betrekking tot het aantrekken van of het benaderen van dit bedrijf of hoe dit allemaal is gegaan. We hebben de rapportage, ik heb het althans niet gezien. Misschien in afwezigheid is het gearriveerd op het kantoor. Maar ik heb het nog niet gezien. Ik zal er wel om vragen. Trouwens, de RVC van SLM die heeft er ook om gevraagd. Wie en hoe precies. Er werden namen genoemd van mensen, maar ik kan het helaas niet confirmeren als dat correct is. Er zijn inderdaad namen genoemd van personen die reeds eerder dus feitelijk quarantaine... beveiliging deed voor personen in de periode maart tot augustus. En dat deze personen zich opnieuw hadden aangeboden om de diensten te doen. En op die dergelijke manier Blitz zou zijn geformeerd. Ik heb een persoonlijk gesprek gehad op de dag van de persconferentie toen dit zo actueel was met de meneer van Blitz. Ik heb een contactnummer gezien ergens. Ik heb hem gebeld. Het was ene meneer Coutinho die mij kon aangeven dat hij een... Ik heb hem nog specifiek gevraagd, hebt u een KKF-inschrijving? En hij kon dat bevestigen, dat was 8 oktober. Frappant genoeg zie ik in de middag dan een plaatje binnenkomen dat de KKF-inschrijving inderdaad is gedaan op 8 oktober. Dus dat werkte bij mij direct de indruk dat dit een opgezette zaak moet zijn of niet transparant genoeg. En daarom hebben wij toen in de avond besloten om ons te distancieren hiervan. En in ieder geval ben ik blij dat de impact van deze handeling en deze ontwikkeling klein gebleven is, omdat er volgens mij maar 1 of 2 objecten werden beveiligd door dergelijk bedrijf. Heer minister, dus, is het intussen bij jullie bekend wie deze organisatie heeft voorgesteld? Want die onderneming is niet uit de lucht komen vallen. Iemand heeft gezegd, iemand moet gezegd hebben... door met deze organisatie. Wie heeft het gezegd en welke organisatie heeft het gezegd? Dus kijk, SLM, eigenlijk hoeven wij dit niet te hebben. Als alle personen die waren gekomen een boeking hadden gedaan. Maar toen wij zagen dat er maar 10 personen uit de 130 personen op die genoemde vlucht een boeking hadden, was er een noodzaak om snel een bedrijf aan te trekken. En ik heb dit... Dit is buiten gezichtsveld om van de autoriteiten gebeurd. Er is toen een plotseling in de avond zag ik een verklaring waarbij je moest tekenen met een brief over van het SLM. Van de SLM waarbij er het naam is zelf genoemd van een beveiligingsbedrijf. Wij dachten dat het een bekend bedrijf moest zijn die eerder zaak heeft gedaan. Maar daarom zeg ik het interne rapport, die hebben wij nog niet gezien. Okay. En uit het gesprek met de meneer zelf, toen ik hem vroeg, ik heb hem zelf op de man afgevraagd, hoe en door wie bent u benaderd? En hij zei me toen van, niemand heeft mij benaderd. Ik zag dat deze ontwikkeling zou ontstaan, want wij deden eerder al beveiliging. Heb ik toen mijn diensten aangeboden en ik was het goedkoopste van iedereen. Dat is mij gezegd. En toen heb ik gezegd, oké, in ieder geval, er was ook een link gelegd met de regeringstopper. Met name de naam van de heer Gourdayal werd genoemd. Ik heb meneer Gourdayal ook gebeld en gevraagd, luister, is dit waar? Bent u enige wijze verbonden hieraan? En die meneer zegt me duidelijk van, heer, ik ken dit helemaal niet. Het wordt onterecht, wordt mijn naam genoemd in de zaak. En ook de meneer bevestigde dat dit niets te maken had met meneer Pratap Gourdayal. Feit is, wij zijn nog steeds wachtende op het interne rapport. En aan de hand van het interne rapport, meneer Pielgaan,
gaan wij stappen ondernemen, sowieso. Prima. Maar dat moet nog blijken, even na dat rapport hebben gezien. Oké. Okay. Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid, daar praten we mee vandaag in Kalajorkal. Minister, terug naar COVID-19. We hebben gemerkt, en inderdaad zoals u dat ook al hebt gezegd, dat we een dalende trend hebben en we hopen dat het zo beheersbaar blijft. Dat gaat ons allemaal ten goede komen. Maar we weten ook dat op 21 september de bussen zijn begonnen met rijden. En de bussen zijn begonnen met hun protocollen zoals afgesproken. Maar we merken ook dat er toch bushouders zijn die zich niet houden aan de protocollen en dat die met overvolle bussen rijden. Er zijn uitzonderingen, ik zou niet zeggen allemaal. Tegelijkertijd hebben we ook gezien dat de scholen ook op 1 oktober zijn gestart. Dus we hebben op een gegeven moment gezien dat een heleboel mensen weer in beweging zijn gekomen. Hoe hebben jullie een exercitie gemaakt van wat er kan gebeuren doordat er nou plotseling zoveel mensen tegelijkertijd tussen 21 september en nu in beweging zijn gekomen? Scholen zijn opengegaan, bussen zijn begonnen met rijden. Verwachten jullie een explosie? Nou, hele belangrijke vraag voor u gesteld. Eén is, we hebben vanaf het begin gewerkt aan protocollen. En we hebben met de sectoren overleg gehad. U kent de periode nog, in de weekenden, dat we echt intensief overleg hadden met alle sectoren. We hebben goede afspraken gemaakt, we hebben gewerkt aan awareness. We hebben gewerkt aan een COVID-journaal, we hebben gewerkt aan een aantal zaken op het gebied van bewustwording. En we hadden echt wel een vrees dat wij met het... We hadden twee grote uitdagingen, openbaar vervoer en onderwijs. En we hadden echt wel een vrees dat dit zou kunnen leiden tot de explosieve situatie weer. Althans, een stijging weer. Maar ik mag u zeggen dat wij tot nu toe, u ziet zelf de cijfers dagelijks, dat wij tot nu toe geen noemenswaardige situaties hebben gehad, behalve een situatie op een uitvaart in Yarikaba, waarin, en daarom dat ik nog steeds focus op ons quarantainebeleid, omdat één importgeval vanuit Nederland in staat gebleken is om 19 personen in de familie op Yarikaba te besmetten. Dus het is een superspreader geweest. De persoon heeft ook de quarantaineregel overtreden. Dat blijkt uit contact tracing. De persoon was op de markt aanwezig, op de zondagsmarkt, etc. Dus daarom dat we nog steeds blijven focussen op een strikte quarantaine. Daarom had ik ook zoveel moeite in Guyana om mijn collega in Guyana te vertellen dat dit ons beleid is, omdat we gerapporteerde gevallen hebben van personen die quarantaineregel overtreden. En dat we het niet gaan kunnen toestaan dat we weer aan het begin gaan staan van een golf. Het is een hele ellendige periode geweest voor mij als minister. Toen ik alle faciliteiten moest upgraden, die de staat heel veel geld gekost, waarvan we nog niet eens iedereen hebben kunnen uitbetalen. En ik ben iemand die niet houdt van schulden. Ik heb ook nog een situatie gehad in Apura. Hebben we een situatie gehad waar vanwege het contact tussen Apura en Oriala in Guyana mogelijke besmettingen her en der zijn gepleegd. Heel veel personen zijn positief getest. In totaal 66 personen die daar positief getest zijn in die afgelopen periode. We hebben daar genoodzaakt om een lockdown te doen. Toch was er vervoer van Apura naar Nikeri. De situatie was ook bekend. We hebben dat voorlopig is dat stabiel. We hebben geen nieuwe besmettingen gehad sinds al 2 weken. Ook in Kwamalasamutu was er een relatie met Kasiri-feesten en kerkelijke bijeenkomsten, waarbij mensen dus de maatregelen niet op naliepen. En dat heeft ook weer geleid tot besmettingen. En recent hebben we ook de situatie gehad met onze ministers, die jammer genoeg 5 ministers die uit het kabinet ook positief zijn getest. En ja, dat heeft waarschijnlijk ook te maken met de relatie aan een bezoek aan het dorp Pusugurunu, waarbij er een besmetting heeft plaatsgevonden. Ja. En dat zijn allemaal de situaties die gemeld zijn als dat zijn explosieve situaties die wel snel gecontained moesten worden. Maar we hebben geen... En ja, er was een geval op een school op Matanshoop. Maar dat leek ook wel allemaal mee te vallen. Okay. Maar er zijn geen noemenswaardige explosieve situaties, los van deze die ik heb genoemd, gemeld. Prima. Dus ik zou ook hier reden hebben om te zeggen
het openbaar vervoer moet stopgezet worden, of het moet aangepast worden, of het onderwijsproces moet worden aangepast. Dus vooralsnog, ook op werkplekken en alle andere zaken die met protocollen werken, valt het allemaal mee. En natuurlijk ga je hier en daar personen hebben die nog steeds, dat is nog steeds, zijn nog steeds positief in de gemeenschap. Je ziet het ook in de cijfers, 6%, 7%. Maar dat valt allemaal mee met wat we voorheen hadden. En ik zie vooralsnog een hele gunstige situatie voor Suriname qua COVID. Okay. Als we zo doorgaan, als we zo houden, natuurlijk moet de handhaving blijven bestaan. Prima. Feesten, et cetera, nog steeds niet mensen, jammer genoeg. Ik zie nog steeds af en toe die mensen die proberen om een party te organiseren. Ik roep vergunninghouders ook op om daarop strikt te letten. Om geen feesten te organiseren. Het is nog verboden bij presidentieel besluit. En het enige waarmee we nu nog echt struggelen, dat is het luchtruim met Nederland. Mm-hmm. Omdat de hele wereld, ook zelfs Duitsland en Frankrijk, denk ik, hebben ook de grenzen gesloten met Nederland. We moeten daar serieus naar kijken, omdat prima. We anders weer importgevallen zullen krijgen vanuit die zijde. Prima. Heer minister, u zei daarnet, feesten zijn vastgelegd bij presidentieel besluit dat het niet mocht. Hoe komt het dat er wel een groot feest in Nigeria is geweest waarbij zelf de regering aanwezig was? En de districtscommissaris heeft niet opgetreden, maar dat feestje is wel doorgegaan. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, ik moet heel kritisch zijn. Ik ben heel kritisch hier tegenover. En ik moet zeggen, namens in het geval, ik was ook daar aanwezig, dat mag u weten. Oh, oké. Okay. Ja, ik was daar aanwezig. Ik ben heel open daar tegenover. Dat is een onderdeel van het districtsbezoek, waarbij we zijn uitgenodigd voor een eetmoment. Het ging er eigenlijk om dat we alleen zouden eten. Wij wisten niet dat er een dergelijke activiteit daarop niet was. U ziet ook op de foto's dat er een momenten zijn waar ministers eten en er een foto is geschoten. Ik zeg nogmaals, we hebben onze ministers erop gewezen hierna dat wij veel kritischer moeten omgaan met de situatie. We moeten veel meer op onszelf letten. Het is niet mij niets weg om mij ook te verontschuldigen aan de samenleving. Dat wij hiermee enigszins lichtelijk mee zijn omgegaan. Minister, als een burger dat zou doen, welke sancties zou er voor die burger zijn? De maatregelen, de handhavingsmaatregelen die zijn aangekondigd, dat zou het worden toegepast. Maar dat zeg ik nogmaals, we wassen onze handen niet onschuld. We zeggen alleen dat wij hieruit moeten leren. Er is ook een memo gegaan vanuit het ministerie van Volksgezondheid hierna en ook na de activiteit op Suguru. Dat wij nogmaals onze ministers en de regering oproepen om volgens een bepaalde wijze om te gaan met elkaar. Omdat wij ook voorbeeldfiguren zijn. Het is moeilijk voor ieder. Ook wanneer we personen confronteren, zij wordt het als ook gezegd, ja, maar ik kan het niet begrijpen, het gaat nu toch veel beter in Suriname, we kunnen toch af en toe een feestje houden. Ik heb het nogmaals gezegd, het is niets om te zeggen dat ik mij verontschuldig, ook namens de regering en mijn collega die daar aanwezig waren. Okay. In ieder geval zullen we ervoor zorgen dat wij voorbeeldig gedrag zullen vertonen en prima. Ons ook voorbeelden zullen gedragen. Prima, heer minister, we hebben intussen gezien dat de regering haar districtsbezoeken heeft afgelast, omdat ze de mening zijn toegedaan dat ze die massa mensen niet onder controle kunnen houden volgens de COVID-protocollen. Dus die bezoeken, wat we bekend zijn als districtsbezoeken, zijn afgelast en de laatste was in het district Wanica. Dus de regering gaat voorlopig niet daarmee door. Maar heer minister, als iemand getest wordt en ik ga naar het BOG om getest te worden, wat moet ik vervolgens doen? Laten we zeggen, ik ben getest. Wat moet ik doen? Als burger? U bent positief getest? Nee, ik ben normaal voor een test gegaan. Ja. Dan gaat u naar huis. Als ja. U bent getest. En u wordt geadviseerd dat u thuis moet wachten op uw resultaat. Als het resultaat binnenkomt en het resultaat is negatief, dan... U wordt sowieso gebeld, dat moet ik zo zeggen. Prima. Maar heer minister, hoe kijkt u dan tegenaan? Want ik weet wel dat u de juiste voorlichting geeft. Daar moet ik u wel voor complimenteren. Maar hoe kijkt u er tegenaan dat een collega van u een test heeft ondergaan en toch nog lijfelijk aanwezig was in de Nationale Assemblee? Ja, meneer Pierkan, ik kan het enige hierover kan ik zeggen dat ik... En dan verschuil ik me niet achter een argument. Ik
was niet in Suriname. Correct, ja, u was er niet. Ja, ik was niet in Suriname. Ik heb de situatie vanuit ons werkbezoek niet kunnen coördineren. Ik heb dit wel, de opzet voor het testen, et cetera, de planning, had ik wel opgezet, omdat iedereen getest moest worden. Dus dat ging allemaal wel via mij. Maar de resultaten, die werd persoonlijk doorgebeld naar de collega's en de ministers dus. En ik ben zelf, ik heb weinig tijd gehad sinds gisteren eigenlijk om dit te verifiëren, maar ik schrok er ook van. Van hoe kan dit eigenlijk? Is er een misinterpretatie geweest? Is er een verkeerd resultaat doorgebeld? Er zal sowieso geen intentie zijn van mijn collega, omdat de man zelf is met de handhaving bezig. En we hebben goed contact met elkaar. Wekelijks contact en we praten vaak over COVID zelf. Ik ga ervan uit dat het niet, absoluut niet de intentie is van welke minister. Maar ook niet gewoon het feit dat we ons allemaal zo boos zijn. En ik zeg, ja, maar, het zal niet de intentie zijn van die minister dat hij willens en wetens daar zal gaan zitten om de rest te besmetten. Nee, dat is correct. Dat begrijpen we, heer minister. Maar laten we ervan uitgaan dat de regering als voorbeeld mensen zoveel fouten maken en de regering steeds haar verontschuldigingen zit aan te bieden, terwijl u iedere dag bezig bent en goed bezig bent, laat me u nogmaals complimenteren, om de mensen te attenderen, de bevolking te attenderen, hoe de bevolking zich moet gedragen. Maar binnen uw eigen kringen, ja, zien we dat niet van toepassing. Hoe slaat dat in tegen uw eigen inborst? Het is natuurlijk lastig om te zien dat zaken die je absoluut niet zou willen, toch voordoen. Wij zeggen, dit over het specifieke geval, dat er een misinterpretatie is van informatie. Hoe en wat word ik nog maandag gemeld? Omdat dit even goed onderzocht moet worden. Waarom het toch een misinterpretatie is geweest. Het was absoluut niet de bedoeling dat de regering daar gaat naar het parlement. Om hun verantwoording af te leggen. En nog weten dat ze misschien positief zijn om dan de rest te besmetten. Dat is absoluut niet de bedoeling. Ik denk dat het juist de goede intentie is geweest van de regering. Om juist die verantwoording te gaan afleggen. En we hebben allemaal de testen 's morgens gedaan en de resultaten waren gewoon binnen. Maar eerlijk gezegd, Ik kan nog steeds niet stappen. Prima. Hoe deze handeling heeft kunnen, of deze situatie zich heeft kunnen voordoen. En ik zal daarover nog ook praten met mijn collega. Prima. Heer minister, ik heb nog een aantal vragen voor u, maar ik ga dat even besparen voor een andere keer. Omdat anders ben ik hoogwaarschijnlijk nog een uur met u bezig, wat niet de bedoeling is voor vandaag. Maar ik heb toch nog twee essentiële vragen voor u. We zien dat die hele medische sector explodeert. We zien academisch ziekenhuismensen zijn in de opstart voor loonsverhoging. We zien 's Lands Hospitaal mensen zijn in de opstart voor loonsverhogingen. We zien specialisten die samenwerkingen opzeggen met particuliere verzekeringsmaatschappijen, omdat het gewoon niet meer aansluit met hun vergoeding. In principe zien we die sector zeggen van hey, we willen gewoon meer geld. Die hele sector zegt dat nu. En dat alles gaat op uw bord komen. Ja. En wat gaat u daarmee doen? Nou ja, kijk, het is begrijpelijk. Kijk, laat ik me eerst dit over zeggen. We gaan van het uitgangspunt nu uit dat alle problemen die op dit moment, dat wil zeggen 99% van de problemen die op dit moment in de zorg bestaan, een financiële oorzaak hebben. En dat kan ik hardop stellen, omdat ik gewoon elke dag bezig ben om achterstallige betalingen af te werken, we kijken wat allemaal schuldeisers zich aanmelden. We hebben dit al geconstateerd. Ook weten we dat dat van de dienstverleners ook een zorgpunt is. We weten ook dat er bij het SZF enorm veel geld de afgelopen jaren heeft gerold. En dat er waarschijnlijk oneigenlijke transacties daar hebben plaatsgevonden, oneigenlijke handelingen. SZF heeft een hele belangrijke positie gehad in die zorg. Dat is jaren heeft het stand gehouden. Er zijn ook vaker acties geweest in de vorige, onder de vorige regering tegen de financiële stromen en ook nog betalingen, et cetera. En ik kan best snappen, iedereen met de unificatie van de koers, de situatie in het land, wil iedereen een beter loon hebben. AZP, daar ging het eigenlijk volgens mij niet om de lonen, of gaat het niet om de lonen, het gaat meer om de toelagen waarover men klaagt, maar ook intern is er gesproken over enkele managementfuncties die zij vervangen willen hebben. Dat heb ik in een brief gezien.
Maar ook bij het Slans Hospitaal hebben we een situatie dat men eist, hardop eist, dat men 75% loonsverhoging wil. Aan de andere kant, wat u ook net zei, ik zie het net vanmorgen ook, laboratoria, fysiotherapeuten, huisartsen, maar ook specialisten, hebben Surfam al laten weten. En Surfam, dat zijn de particuliere verzekeraars. Feitelijk zou je kunnen zeggen, ja, policy-sensitief daarin niet te bemoeien, want het is een relatie tussen een particuliere verzekeraar en een zorgverlener. Maar we komen wel in het circuit, omdat uiteindelijk de zorg in gevaar komt. En als de zorg in gevaar komt, dan moet het ministerie van Volksgezondheid in dit specifiek geval van Surfam en de dienstverleners als intermediair optreden, een beetje als bemiddelaar. En dat ga ik ook doen. Dus ik heb maandag, hoop ik, ik ben feitelijk in quarantaine, we kunnen kijken als het virtueel moet gebeuren. Dan dat hoop ik dat wij een bemiddeling kunnen doen bij dit geschil. In ieder geval een betalingsafspraak. Ik weet het, ik was eerder ook aan de andere zijde van de dienstverleners. Ik ken de problemen. Ik weet waar de dienstverleners, waar de eisen liggen. Ik weet waar bij Surfam de knelpunten liggen. Ik weet dat de particuliere verzekeraars ook niet graag aan verhogingen willen doen bij de dienstverleners, omdat zij zich op het standpunt stellen dat ze dan kwaliteitsverhoging willen zien, et cetera. Maar we leven in Suriname en we zien ook ontwikkelingen bij de particuliere verzekeraars. Ik wil details niet bespreken hier. Maar heer minister, de particuliere verzekeraar, dat gaat ook al om pakweg 80.000 mensen, hè? Ja, dus... Dat is geen klein beetje. Significante kwantiteit van patiënten. Correct. Het regardeert, zoals u zegt, u eigenlijk niet, maar u kunt geen 80.000 mensen zeggen van, ik heb het niet gezien. Ja, en maar daarom dus, daarom gaan wij... En nogmaals wil ik ook nog zeggen dat wij dus die zorgwet, en waar 80% van de patiënten bij het SZF zijn, hebben wij zelf gezegd als regering, dat kan niet, we gaan dat gelijk verdelen. Dus het probleem wordt groter, want het gaat niet 80 meer, maar veel meer worden. Mm-hmm. Ja. Dat is binnenkort. Maar nogmaals, de rol van het ministerie van Volksgezondheid is dat wij de gezondheidszorg moeten kunnen garanderen aan de samenleving. En ik zal vanuit mijn positie als minister partijen bij elkaar roepen om in ieder geval te komen tot een rustsituatie waar we in alle stilte met elkaar enkele uitgangspunten moeten gaan bespreken. Waar we naartoe moeten. Hoe weet dat die eis op een gegeven moment ook bij gaat komen voor het SZF. Dus ik verschuil me niet achter het feit dat het een relatie is tussen een particulier en de dienstverlener. Maar ik weet dat ook zo meteen die shift gaat plaatsvinden naar het SZF. Okay. Omdat uiteindelijk ook de ziekenhuizen nu ook dringend aandacht behoeven. De ziekenhuizen willen ook dat de lichtdagtarieven omhoog gaan, omdat het gewoon niet meer voldoet aan de tijd. Ja. Ook de dialyse, daar heb ik een werkgroep in planning, regulatie dialysezorg, die een nieuwe kostprijs moet samenstellen voor een dialysepakket, dialysebehandeling. Het bedrag is nu 550 SRD en dat is absoluut niet meer aan de tijd. Dus heer minister, we zien minister in elk geval over die hele linie heen, zien we een spin-off ontstaan van verhogingen. Maakt niet uit of het nou SZF is, Surfam is, ziekenhuizen, particuliere, dialyse. Het komt erop neer, er is een spin-off dat verhogingen op komst zijn. Ja. Dat is waar. En ook medicatie, want dat is allemaal importcomponent. Correct. Dus je moet dollars hebben en als je geen dollars kan vinden, dan althans met de unificatie moet je ook veel meer SRD's ter beschikking hebben. Prima. Dus allemaal heeft te maken met, maar de overheid die staat in ieder geval zich ervan bewust dat er verhogingen op komst zijn. Dus er zal meer geïnvesteerd moeten worden in de zorg. Maar we moeten natuurlijk wel met z'n allen als Surinamers begrijpen dat we niet alles gaan kunnen krijgen in één keer. We moeten eerlijk met elkaar omgaan en kijken waar de broodnodige zaken zijn die waarin geïnvesteerd moeten worden. Dus dat betreft is dat wat ik kan doorgeven. Oké, heer minister, ik ga met u een vervolgafspraak maken, want ik heb nog een aantal zaken die ik wens te bespreken, maar ik moet Kalajerkel ook openlaten voor mijn bellers, voor mijn reguliere uitzendingen. Maar we gaan ook een andere keer praten waarbij mensen, doktoren, nog 30 SRD krijgen van SZF en dat Surfam nog
pakweg 23,50 SRD krijgt. U bent bekend, want u zat aan de andere kant van de tafel eens. Dus u bent bekend met deze factoren. En de andere keer wil ik graag hierover met u praten. Nee, zeker. U bent goed geïnformeerd. Dat zijn inderdaad de abonnementstarieven die overeengekomen zijn. Nog niet eens in 2 jaar tot 1 jaar terug. Ja. En ik denk dat willen de artsen en andere dienstverleners inderdaad ook een verhoging, dan zullen ze het ook goed moeten onderbouwen. Ja. Op basis waarvan, niet alleen op basis van de identificatie van de koers, maar ik denk ook dat we eerlijk moeten zijn en kijken naar wat zijn je importcomponenten en waar zijn je grootste aankosten. Ja. Wat kunnen we aan je honorarium doen? En aan de andere kant moet Surfam natuurlijk de particuliere verzekeraars, maar ook het SZF, een goede kostencalculatie maken qua inkomsten en wat ze bereid zijn nog te doen. Ik denk dat alle partijen willen we gaan naar die zorg, rust in de zorg, dat er wat water in de wijn gedaan moet worden. Maar het moet natuurlijk niet een situatie worden waar wij de smaak van die wijn verliezen voor deze partijen. Minister Ramadine, ik ga u bedanken. Ik ga met u afspreken, als uw tijd goed gaat zitten, dat wij hoogwaarschijnlijk volgende week een vervolgafspraak doen om over andere onderwerpen te praten. Volksgezondheid regarderende. Maar bij deze wil ik u bedanken dat u tijd heeft genomen om pakweg zeker 3 kwartier met ons te praten in deze aflevering. Ja, meneer Pietkamp, wat ik als laatste wil doorgeven. Ik wil nogmaals benadrukken de COVID-maatregelen, dat we met ons allen, en dat bedoel ik letterlijk met ons allen, inclusief de regering, omdat hierover veel gezegd is. Ik hoop dat wij in ieder geval vanuit de regering ook wel het signaal geven en zullen geven dat wij met z'n allen onze maatregelen van COVID moeten naleven. De 3 belangrijkste, ik zeg het altijd, ik herhaal ze altijd, omdat het nooit te veel is. Handen wassen, mondkap op en afstand houden. Dat zijn 3 zaken die zelfs door ons als regeringsleden in de afgelopen tijd af en toe verwaarloosd zijn. Maar dat mag geen reden zijn dat de samenleving daar een voorbeeld aan neemt. Willen wij het vertrouwen hebben, dan moeten wij dat corrigeren. Ik ben mij in ieder geval daarvan bewust en ik zal mij dagelijks inzetten om ook mijn collega's, ministers, de president, de vicepresident hiervan continu aware te maken. Omdat het iets is dat je soms gewoon vergeet, letterlijk, je vergeet je handen te wassen. En we gaan ervoor en we zijn goed. Ik complimenteer de samenleving met het gedrag. Het overgrote deel doet het perfect. Vandaar dat onze positivity rate nu tussen de 5% en 8% is. Het is gewoon geweldig voor ons. Ja. En ik mag daarom daar ben ik trots op de samenleving. En de mensen die natuurlijk nog hier en daar risico's nemen, dat zij dus daar voorzichtiger mee omgaan. Oké, minister Ramadine, dank u wel. Een goed weekend verder. Ja, oké, meneer Pierson. En dan hebben we met minister Ramadine vandaag gepraat. Nog een stel vragen voor hem. Maar ik parkeer dat even voor een andere keer. Omdat we Kal Ajor Kal ook u de ruimte moeten geven. Zodat u vandaag ook uw mening kunt geven over whatever on your mind is. En dat gaan we straks doen na deze reclamebreak. Tot straks. Dames en heren luisteraars, welkom terug tot deze zaterdagsaflevering van gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pierkans Kala Jorkel. Dit is de aflevering voor zaterdag 17 oktober 2020. Kala Jorkel wordt live uitgezonden vanuit Paramaribo, Suriname. En is nu te beluisteren via de radiofrequenties van RBN. Deze uitzending is ook te zien via kanaal 5.1. En internationaal te zien via social media FB en YouTube. De lijnen zijn voor u vandaag weer open, 5-3-2-0-3-7. Na 25 jaar Kalajorkal neem ik aan dat u de rules en regulations al kent. Maar zover u dat bent vergeten, zie dit als een reminder. U mag uw mening geven. U blijft netjes. U kiest uw woorden zorgvuldig uit. U zorgt ervoor dat u geen mensen beledigt. En u gedraagt u als een heel goed persoon zoals u dat bent. En u gaat een voorbeeld zijn voor ons allemaal die luisteren en kijken naar Kala Jorkel. Maar uw mening mag u wel geven. De rules zijn heel simpel. Minister Marie Levens heeft intussen ook meegegeven wat ook al min of meer bekend was. Maar het is goed dat zij als autoriteit dat heeft gezegd. Dat 38% van het binnenland onderwijs nog niet is opgestart. De problemen zijn er onder andere allemaal met geld. Alles heeft met geld te maken. Ons land heeft geldproblemen en ons land heeft een COVID-probleem.
En een van de problemen is dat de bus- en boothouders ook nog niet zijn uitbetaald. Intussen heeft ze 600 scholen en gebouwen van het departement in kaart gebracht. Ook is bekend dat studenten, en dat is heel erg, in principe is alles erg. Maar nu moet je gaan rangschikken, wat is het ergste? Studenten kunnen hun studie niet meer betalen. Ze kunnen college niet meer betalen. Ze kunnen niet van hun levensonderhoud voorzien. Hun ouders die hielpen hun nog. Veel studenten worden geholpen door hun ouders. Maar vanwege het feit dat de inverdiencapaciteit van de ouders ook is afgenomen, kunnen ze die meerwaarde, welke ze niet meer hebben, kunnen ze niet meer aan hun kind geven. En Marie Levens heeft dat ook bevestigd, dat we al een geruime tijd weten wat er aan de hand is. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Ja, goedemorgen meneer Farid Birkan, goedemorgen. Goedemorgen. Ik weet niet als u op de hoogte bent dat van die wet rij- en voertuigenbelastingen. Ik heb begrepen, men wil het gaan aanscherpen. Nee, ik ga u direct remmen. Men heeft dat niet gezegd. U hebt verkeerd begrepen. Waar hebt u dat gehoord? Ik heb ergens gelezen. U hebt het niet goed gelezen. Wat er is gebeurd is dat er een commissie is geïnstalleerd door de president om na te gaan wat er mee moet gebeuren. Dat is gezegd. Ik heb gelezen, het wordt niet meer ingetrokken, dat bedoel ik. Ja. Dat hebben ze ook niet gezegd. Ook niet gezegd? wat hebt u gelezen? Ik heb het ergens gezien daarom. Maar goed, dat blijf ik het maar volgen. Wat er mee gaat doen. Ja, is goed hoor. Dank u wel. Fijne dag. Dank u wel. Kijk, wat er is gezegd is dat er is een presidentiële commissie geïnstalleerd onder leiding van Shiraz Boudou. Waarbij zij moeten nagaan, wat moet nou eigenlijk met deze wet gaan gebeuren? U weet dat een heleboel mensen, er was een rij- en voertuigenbelasting ingevoerd tijdens Bouterse 2. En een heleboel mensen zijn gaan betalen. Ik heb ook betaald. Maar het is nooit geëffectueerd. Het is nooit in operatie gegaan. Een groot deel van de mensen hebben uit protest niet betaald. Er was een protestgroep, degelijke protestgroep. Die hebben niet betaald. En die zijn hoogwaarschijnlijk die slimme mensen geweest. Of de slimmere mensen geweest. Maar de mensen die hebben betaald, die hebben hun geld niet teruggehad. Want die wet hebben ze nooit kunnen uitvoeren. Er waren een heleboel manko's eraan. De politie wist niet hoe ermee om te gaan. Maar intussen hebben ze al wel een paar miljoen SRD ontvangen van een wet die mank is. Dus in feite bezit de staat, de vorige regering, nu is het deze regering, heeft middelen in haar bezit, welke zij niet in haar bezit moet hebben. Want in principe, het moet iedere burger die betaald heeft, moet zijn geld terugkrijgen. In afwachting van een juist besluit. Dus de regering moet zeggen, hey, komen jullie met je quitantie en hier hebben jullie restitutie. En in afwachting van het juist besluit zullen we kijken hoe de nieuwe implementatie zal uitgaan. Maar de regering bezit nu een paar miljoen, het was de vorige regering, houd dat vast, die ze niet in hun bezit mogen hebben. U bent in de uitzending. Meneer Pierkan, van harte goedemorgen. Goedemorgen meneer. God zegen aan u, God zegen aan u en God zegen aan de hele wereld. Ook aan dat u. Dat is mijn inleiding. Om gelijk met de deur naar binnen te vallen, heb ik mijn favoriete krant hier, dat is de Dagblad Suriname. En ik heb hier, dat is de krant van vrijdag gisteren dus. En dan lees ik de krant van Santokki vlak voor de verkiezingen. Het is niet het volk dat gaat inleveren, maar de regering. Ik vraag me van vandaag de dag af. Wie levert in? Is de regering die inlevert of is het de samenleving die inlevert? Oké, dank u wel. Oeps, oké. Bent u nog? Oh, dat is eruit. Het was de vraagstelling, het is een artikel in de krant. Ik verwijs u naar die krant wat dat aangaat. Het zijn woorden uit de verkiezingsperiode. De overheid moet inleveren. Ze hebben alle ministeries gevraagd dat ze hun budgetten inkorten. Met andere woorden, als je 10 gulden normaliter vraagt, moet je geen 10 meer vragen voor het begrotingsjaar, maar je moet bij wijze van spreken 9 gulden gaan vragen.
De vraag is, de overheid is nog bezig om alles in kaart te brengen, om precies te weten waar er bezuinigd moet worden en waar er bezuinigd kan worden. Er lopen miljoenen in de roulatie bij stichtingen die gesubsidieerd worden. En moeten die stichtingen werkelijk gesubsidieerd worden? Er is nog een fase dat in kaart gebracht moet worden om te zeggen van hier blijft die stekker erin en hier gaat die stekker eruit. En dat zijn ze bezig in kaart te brengen. Maar uiteindelijk moet er wel een besluit komen. Het kan ook niet eindeloos zijn. Geloof me, mag ook niet eindeloos zijn. Want daar hebben we geen boodschap aan. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Goedemorgen, assalamu alaikum. Walaikum salam. Ik wil twee opmerkingen maken. Eén is dus met betrekking tot die rij- en voertuigen, motorbelasting, ik weet niet hoe dat ding precies heet. Maar het is niet de politie die heeft gezegd, we weten niet wat we ermee moeten doen. Die wet is eigenlijk principieel een wet die aan het ministerie van Financiën eigenlijk toebehoort. Omdat de gelden door het ministerie van Financiën worden geïnd. Het zijn belastingsgelden. En de politie heeft zich op het standpunt toen gesteld dat die wet niet in de rijwet is opgenomen. Dus vandaar dus dat ze niet opgetreden hebben tegen al die mensen die zogenaamd, of misschien inderdaad, werkelijk een protest hebben ingediend. Want ik ben ook een van de mensen die voor 3 voertuigen die belastingen heeft betaald. En het was niet een klein beetje, zeker een bedrag van 3 × 550. Dat is dus 1. Het tweede is, ik vond het interview met minister Ramadine geweldig. Alleen vond ik zijn antwoord naar zijn collega's toe, ja, een beetje niet wat we ervan hadden verwacht. Toen hij de vraag stelde van, wat moet je doen wanneer je dus getest wordt als volk, als publiek, heeft hij dus heel duidelijk aangegeven dat je dan thuis zou moeten blijven, je zou naar huis moeten gaan, en dan zou je het resultaat moeten afwachten of je positief of negatief getest werd. Maar in het geval van zijn collega ministers heeft hij eromheen gedraaid zich niet volledig te hebben geïnformeerd en verder dus nog moeten gaan kijken van wat. Ik heb dus niet uit dat antwoord een correct antwoord kunnen halen. Ja of nee. En dat is nou precies waarmee die samenleving zit. De ministers moeten correct en adequaat ingaan op zaken die ze hebben beloofd, ja, en dingen die gebeuren. Dan kom je geloofwaardig over. Okay. En de voorzitter van de assemblee, Marinus B., het gaat nou niet bij mij om wie het precies is geweest, of het nou een lid is van de oppositie of een lid is van de coalitie. Het parlement kent in principe geen oppositie en coalitie. Het parlement kent 51 gekozen assembleeleden. En wanneer een assemblee op een gegeven moment daar stelt dat er in de zaal een minister is die vermoedelijk, ja, besmet zou kunnen zijn, dat je de man dan op de een of andere manier nadat het is uitgelopen, ja, de zaal laat uitzetten. Dat is niet correct. Dank u wel. Oké, dank u wel. Ik heb het deel ook gevolgd en het was het lid Rabin Parpmeester die ter sprake heeft gebracht. Ik ben ook die mening toegedaan dat de voorzitter, desbetreffend lid, de ruimte moest hebben gegeven om door te praten. Het was niet juist om het woord te ontnemen. Aan de andere kant moet ook gezegd worden dat meneer Parpmeester ook een kleine Bollywood film eromheen draaide, om het een beetje met flair en blair te doen.
maar hij kon ook zijn toon even bedaren en op een rustige, betere toon hebben gepraat. Dus het komt erop ook eigenlijk neer, whatever happens, B moest hem wel die ruimte hebben gegeven, al dan niet binnen de afgesproken tijdsruimte, dat is een zegje, kon doen. En dan hoefde die escalatie niet plaats te vinden, dat die eruit gezet moest worden. Dus dat kon wel een klein beetje beter zijn gebeurd op dat moment. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik wil graag een paar dingen naar voren brengen. In de eerste plaats wordt er gezegd dat de mensen die nu aan het bewind zijn, Suriname gaan helpen. Maar wat mij verwondert is dat zij niet zelf offers brengen. Dus de arme man en de gemiddelde man, die moeten offers brengen. Want de benzineprijzen gaan omhoog, alle mogelijke prijzen gaan omhoog. Maar het belangrijkste is dat er degene die dus het minst kunnen betalen, die moeten het gaan betalen. De mensen die dus het beter hebben, dat wil zeggen de mensen in de regering, de mensen die directeuren zijn van de staatsinstituten enzovoorts enzovoorts, die hebben een loon dat veel, veel, veel te hoog is in verhouding tot een arm land als Suriname. In India bijvoorbeeld wordt er minder verdiend als hier. In India hebben ze gewone, normale, kleine auto's die ze gebruiken. Terwijl er hier de mensen die het land besturen grote, grote, grote luxe auto's hebben, meerdere enzovoorts enzovoorts. Dat zijn dingen die niet horen in deze tijd, waarbij de mensen het arm hebben en de bestuurders van het land het zo luxueus hebben dat ze zich kunnen vergelijken met de mensen in Amerika zelf. Bovendien zijn er andere dingen die er gedaan kunnen worden. Bijvoorbeeld, ze kunnen mensen opleiden om zelf te planten. Het wordt veel te weinig gedaan. Er moet echt hard aangepakt worden, zodat de mensen zichzelf kunnen behelpen. Waardoor de prijzen in de winkels ook langzaam naar beneden moeten gaan. De prijzen in de winkels zijn veel, veel, veel te hoog, omdat de importeurs, dat zijn de grootste boeven in dit land. Dat zijn de mensen die dus steeds maar de prijzen opdrijven en opdrijven, opdrijven. Hetzelfde gebeurt ook in de Chinese winkels, die regelmatig en zonder reden de prijzen naar boven drukken. Daar moet er aan gedaan worden. En niet beloftes, maar vandaag, 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 niet morgen. Oké. Hebt u nog wat te zeggen, want dan willen we met u afronden, zodat andere mensen ook kunnen inbellen. Ja, oké. Oké, dan ga ik u bedanken voor uw bijdrage. Kijk, wat producten aangaat, wij importeren al de producten. Is het nou bruine bonen, is het nou sardine, het is bekend. En het is niet nu, we importeren niet eergisteren, we importeren niet sinds 16 juli, we doen het al altijd. Over het algemeen zijn wij, ik wil niet generaliseren, maar de gemiddelde burger, wat levensmiddelen aangaat en blikjes waren, ik weet niet hoe ze genoemd worden, dat we graag bepaalde merken willen. We zijn vaak genoeg aan merk gebonden. En die merken zijn gepromoot door de importeurs in een marketingstrategie, wat overigens ook goed is. Wat ook overigens goed is. Dus zou bij wijze van spreken iemand een pindakaas product brengen van een merk dat u kent, al jaren kent, merk A. En iemand brengt ook een pindakaas dat mogelijk ietsje beter is, of zelfs misschien ietsje minder, maar het is van het merk XYZ. De burger kiest vaak door wat in hun hoofd is, voor een artikel dat er iets bekend bij hun is. Maar er gaat een moment komen, want ik sprak het toevallig gisteren met een kennis van mij, die
producten zal invoeren vanuit een ander land die een ander merk hebben, maar relatief goedkoper in prijs. En ik vroeg hem van, gaan die mensen dat nou wel kopen? Want Surinamers willen algemeen kopen wat bekend bij hun is. Hij zei uiteindelijk dat door de waardevermindering en inkomstenvermindering mensen uiteindelijk gaan kiezen, niet voor een merk, maar wel voor de juiste prijs. Dus dan hoopt hij dat dat gaat werken voor hem. U bent in de uitzending. Meneer Pirkan, een hele goede morgen. Ik ga het heel kort houden. Ik ga u kenbaar maken wat het volk graag ziet. Ik heb zoveel naar u geluisterd, een en ander, maar laat me kenbaar maken wat het volk graag ziet. Het volk krijgt een bepaalde salaris. Met dat salaris ga je naar de winkel en voordat u denkt is uw hele salaris op. Het volk ziet graag dat die prijzen in de winkel omlaag gaan. Want vergeleken met de salaris en hoeveel die dingen kosten in de winkel. De prijzen zijn abnormaal hoog in de winkel. We zien graag zoals president Santokki ons belooft dat de gestolen gelden te halen bij de mensen die dat gestolen hebben en niet bij het volk. Want het volk heeft hun riemen al strak genoeg gezet. Uno mamoro. Als je naar de winkel nou gaat en je ziet die prijzen, die zijn te hoog, is niet prettig. Pres, kom uw belofte na. Ga dat geld halen bij de mensen die dat gestolen hebben. Wanneer die kleine man steelt, is hij achter slot en grendel. Laten we die grote mannen nu achter slot en grendel zien. Want het volk heeft het moeilijk. Mijn olieprijs is zo omhoog. Als ik 100 SLD moet betalen in mijn auto, die meterstand gaat niet omhoog. Die olieprijs moet ook omlaag. Haal dat geld bij de mensen die het gestolen hebben. Pres, okay. Weet wat u doet, want 5 jaar is niet lang meer. Meneer Pirkan, ik luister naar uw mening, want wij van het volk hebben het al moeilijk. En die brandstofprijzen zijn omhoog. Het is niet okay. Leuk. Het volk heeft president Santokki 20 zetels gegeven. En we zien graag dat het nu beter wordt voor het volk. Alsjeblieft. Okay. Dank u wel, dank u wel. Kijk, ten aanzien, ik poneer mijn mening, hè. En ik probeer, en het is goed als we verschillen van elkaar, zolang we leren van elkaar. Wanneer iemand gestolen heeft van de staat, en men heeft gestolen van de staat, en er is een vermoeden, want je kan niet in een nota zitten, oké, er zijn geen notas meer, maar je kan niet ergens zitten, ja, maar Furu, en die heeft gestolen. Oké, je moet het bewijslast hebben. Dus er is vermoeden dat men gestolen heeft. En wanneer het vermoeden er is, dan is het Openbaar Ministerie die een onderzoek instelt. Meneer Santokki kan het niet doen. Begrijpt u dat niet? Hij kan het niet doen. Hij heeft die bevoegdheid niet. Hij heeft de bevoegdheid tot opsluiting niet. Het is het Openbaar Ministerie die een onderzoek moet doen. En dan moet het Openbaar Ministerie met bewijzen komen. Hè? Je kan niet morgenochtend zeggen van, weet je, ik denk dat die man die daar op de hoek heeft woont, ik denk dat hij gestolen heeft. Dus haal hem op en sluit hem op. Maar het kan ook een onschuldig persoon zijn die hard gewerkt heeft. Dus deze dingen zijn processen en vooral waar middelen, het vermoeden bestaat waar middelen, en we praten over miljoenen vermoeden, van de staat gestolen is. Die soort onderzoekingen nemen tijd, nemen geduld, omdat het om technische onderzoekingen gaat. Kijk, als iemand een fiets steelt, is jouw fiets, je horamang, je grabamang. Dat zijn makkelijke zaken. Dat zijn simpele zaken. Dat zijn niet moeilijk. Maar wanneer het om boekhoudkundige, cijfermatige, geraffineerde diefstallen gaat, mag je me geloven, het neemt breed veel tijd en geduld om het te kunnen achterhalen. Dat is het verschil in onderzoekingen van simpele zaken, van een huisberoving of een fiets gestolen of een oplichtingszaak. Het moet gebeuren, maar aan de andere kant moet het Openbaar Ministerie met de bewijslasten komen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Want ik wil het ook morgen, maar ik weet dat het morgen niet kan. Het zijn ingewikkelde processen. U bent in de uitzending. Goedendag. Hallo. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Pekan. Meneer heeft binnen maanden lang dezelfde vragen gesteld aan u. En u geeft de juiste antwoord aan deze meneer. Meneer, kunt u die man niet stoppen om deze vragen te stellen, meneer? Nee, iedereen mag vragen.
Maar gaat u gang? Nee, maar stel hem de vragen, zelf de keer, meneer Pirkan. Oh, ik begrijp... Het is toch misselijk, man? Oh, ik begrijp wat hij bedoelt. Die meneer kwam met dezelfde vraag terug. Ja, okay. De vorige keer was hetzelfde. En u geeft de juiste antwoord, meneer Pirkan. U geeft de juiste antwoord. Hij kan niet begrijpen wat u zegt. Oké. Okay. Dat is goed, bedankt, meneer Pirkan. Is goed, dank u wel. Kijk. Ik begrijp het, 100%, meer dan 100%. Het is echt, echt moeilijk voor de burger. Ik ga niet zeggen dat het is breed moeilijk. Het is voor iedereen, ook voor alle bedrijven, ook voor bedrijven die op een eerlijke manier een dubbeltje verdienen, is het moeilijk. Dat zijn die mensen die gestolen hebben en die bedrijven die opdrachten hebben gehad, miljoenen opdrachten gehad, zonder een vorm van concurrentie. Zonder een vorm van concurrentie. Maar wanneer je het vermoeden hebt, is het altijd zo dat je de bewijslasten voor moet gaan leveren. En tot daar blijft het nog steeds een vermoeden. En wat die prijzen in de winkel aangaat, ik probeer u uit te leggen. En u kunt zelf met mensen praten die een beetje op de IMEO zitten. IMEO-kinderen moeten het weten. Wanneer een product wordt geïmporteerd, heeft het een prijs. Oké? Laten we zeggen $1. $1. Dat is wanneer je het inkoopt. Dan heb je nog vrachtkosten erop. Je hebt invoerrecht, je hebt vracht erop. Je hebt insurance erop, je hebt verzekering erop. Dan ga je invoerrechten betalen. Dan ga je omzetbelasting betalen. Dan ga je transport, interne logistiek betalen. Je gaat weer kosten brengen dat in je warehouse gaat. Dus tegen die tijd dat die $1 die je in die fabriek hebt gekocht ergens in Noorwegen of whatever, tegen die tijd dat hij in die winkelrek staat, is het $3 gemiddeld. Is simpel common sense. Is geen rocket science. $2.50 tot $3 wanneer hij op die winkelrek staat. En dat zijn die kosten. De enige waar je kan kijken, waar iemand kan zeggen, hey, ik wil minder verdienen, hij kan aan zijn kost niks doen. Je moet die vracht betalen, anders komt die boot niet. Je moet die invoerrechten betalen, anders haal je het niet van haven. Je moet die omzetbelasting betalen, anders haal je het ook niet van de haven. En je moet die inkoopprijs betalen aan die fabrikant, anders verscheept hij niks voor jou. Waaraan je kan doen, is dat die importeur, desbetreffende importeur zegt, ik ga spelen met mijn winstmarge. Ik ga spelen met mijn winstmarge. Maar hoe lager je turnover, hoe moeilijker het is voor jou om te overleven. Je moet in blikjes waren, in levensmiddelen, moet je een hoge omzet hebben, een hoge volume hebben, wil je van die dubbeltje een gulden zien. Je moet een hoge omzet hebben, omdat het zijn kwartjes producten. Het zijn geen 50 gulden producten. Je ziet wel 50 gulden, maar die winstmarge is hoogwaarschijnlijk 75 tot 1 gulden. Is netto gross profit. Dus die man moet het in zijn turnover halen. In zijn volume omzet moet hij het halen. Dus je gaat aan die import niks kunnen doen. Je gaat niks kunnen doen. Waar de mensen wel kunnen schommelen, is, hey bhai, ik maakte vroeger 40%. Laat me 20% maken. Of laat me 10% maken. Je kan in die winstmarge spelen, maar je kan niet in je kost spelen, want je kosten blijven. Ik bedoel, beetje common sense. Ik begrijp de gevoelens, maar het gaat niet veranderen. Ik lach je niet uit, ik lach eruit, omdat het gaat niet veranderen. Tenzij jij het brengt en zeg ik geef het gratis. Maar je weet maar, een gratis bestaat principe allang niet meer, hè. Allang niet meer. Je bent in de uitzending. Assalamu alaikum, Farid Pirkan. Waalaikum salam. Ik bel administratie van Academie Ziekenhuis, hè. Voor de internet. Maar niemand neemt op. Ik moet naar de dokter bijna maandenlang voor mijn suiker. Maar niemand neemt op daar om een afspraak te maken. Dat was mijn reactie. Oké, dankjewel. Als er interne aangelegenheid van de Academie Ziekenhuis, kan u niet daarmee helpen. Maar ik begrijp het hoogwaarschijnlijk dat u die verbinding krijgt. Misschien moeten ze iets doen aan die interne communicatie. Zover deze meneer
en niet doorgezet kan worden en zover die afspraak niet gemaakt kan worden. Ik begrijp u, maar het is een interne aangelegenheid van het Academisch Ziekenhuis, hè. Dit is Rashid Pirkans, Kal Ajor Kal. We doen het live vanuit Paramaribo, Suriname. Het is de zaterdagse aflevering. Mevrouw Gajraj, Samantha Gajraj. Ja, die zegt die advocaten, die hebben het ook moeilijk. Wow, die advocaten. Er is in onze advocatuur, het is mijn mening, er is een marktoverschot. Wanneer je een marktoverschot hebt, ga je krijgen dat in die marktoverschot er een concurrentiestrijd is en de betere advocaten gaan de betere rechtszaken krijgen. Zo competition in dat systeem, dat zegt zij niet, dat zeg ik, hè. Dat wordt gescheiden houden. Maar ze zeggen, advocaten hebben het heel moeilijk. Ons vrij beroep kenmerkt zich met enkele financiële onzekerheden. Advocaten hebben ook geen pensioen. De advocaten zijn particulieren, ze opereren in een zelfstandig beroep. Ze moeten hun eigen pensioen opbouwen. Mevrouw Gajraj, ik zit in een zelfstandig beroep. Ik moet mijn pensioen zelf opbouwen. Oké? Okay? Dus dat moet de advocaat ook doen. Dus advocaat is een vrij beroep. Oké, okay. Maar goed. Dus dan weten we dat ook. Maar intussen zijn er 13 nieuwbakken waarnemend substituut officieren van justitie geïnstalleerd. Het gaat om Romeo Ramperzat, Reshmi Chotku, Ruud Greg Nunes, Deepak Bhagwandin, Afike Spier, Rita Sitaram, Vijanti Mala Panchu, Sharda Wati Ramjalal, Prasela Roop, Santusha Raghu, Satyam Prakash Garib, Judith Sugobin en Martisa Bob. Dit zijn de nieuwe officieren. En ze worden de nieuwe 13 openbare aanklagers. Dus ze gaan werken voor het Openbaar Ministerie. En dat is goed. Het Openbaar Ministerie heeft meer mensen nodig om hun werk te kunnen doen. En we wensen deze mensen natuurlijk allemaal veel succes toe. Opmerkelijk wat ik erin zie. Veel vrouwen, hè. Veel vrouwen. Ik denk dat we ook relatief in onze rechtelijke structuur, bij de groene tafel, dat we hoogwaarschijnlijk relatief veel meer vrouwen hebben. En u weet hoe dat komt intussen, toch? Ik neem aan dat u dat weet. Dat komt dat relatief door de jaren heen, de afgelopen 20 jaren, meer vrouwen door zijn gaan studeren dan mannen. Op onze universiteit, ADEC, zijn er in verhouding meer vrouwen dan jongens. Meer meisjes dan jongens. En de redenen zijn van verschillende aard. Is dat de afgelopen 20, 25 jaar de jongens de mening zijn toegedaan, ik zou niet zeggen allemaal, je moet ze eruit pikken, ze wilden snel gaan werken. Ze hebben geen geduld. Sommige jongens zijn ook gaan werken omdat ze binnen hun eigen huishouding van vader en moeder moeten helpen bijdragen aan het gezin. Die omstandigheden van ons land zijn al baars 20 jaar. Hè? Zijn niet gisteren baars, hou dat vast. 20 jaar. Dus die jongens zijn dan gaan werken om te kunnen voorzien in de gezinnen van hun eigen familie, al dan niet van hun ouders waar ze ook nog wonen. Andere jongens zijn gaan werken omdat ze vinden ze willen snel geld verdienen. You know, I want to go for the fast money, the big money. I don't want to study. Dus andere jongens hebben geduld. Andere jongens hebben een combinatie gezocht tussen werken en studeren nog steeds. En daarom relatief hebben die vrouwen in ons land, die meisjes in ons land, hebben dan een gigantische voorsprong genomen. Een heel grote voorsprong hebben de meisjes genomen, hoor. Omdat die meisjes zijn doorgegaan op school. Ze zijn doorgegaan. Ze hebben een studie afgemaakt. Al dan niet op universitair niveau of al dan niet op een hbo-niveau. Er zijn veel meer meisjes. En daarom ga je zien over het algemeen, als er van ADEC, ik neem ADEC als voorbeeld, mensen afstuderen, dan ga je altijd in verhouding zien meer meisjes dan jongens. Meer meisjes dan jongens. En dat is de reden. En je gaat, daarom bij die beëdiging heb ik ook gezegd, veel vrouwen. Er zijn geen meisjes meer. Dus laten we zeggen, veel vrouwen hebben we daar gezien. Dus dat is heel goed. Maar we zien dan ook dat het hele systeem, als het zo doorgaat nog 20 jaar, en de jongens gaan niet naar school gaan, ja, dan wordt het geen mannenmaatschappij meer. Dan wordt het een superwoman maatschappij, vrouwenmaatschappij, wat overigens niet slecht hoeft te zijn,
maar dan gaan ook die mannen daarmee moeten leven, dat eens die vrouwen het totaal voor het zeggen gaan hebben. Ik groet u voor deze aflevering van Rashid Pirkans Kal Ajorkal. Ik bedank u voor uw participatie in deze uitzending. Ik bedank u voor uw toonzetting in deze uitzending. Ik bedank u voor uw mening waarvan duizenden mensen van kennis hebben genomen. En we blijven van elkaar leren, we blijven elkaar corrigeren. Maar we moeten er wel altijd voor zorgen dat we iedere keer, iedere dag moeten weten dat we vooruit zijn gegaan. En uw opmerkingen ten aanzien van de noden van u allen, die opmerkingen zijn terecht. Dat bevestig ik als persoon van deze uitzending die al 25 jaar in de lucht is. Maar ik neem ook aan gevoeglijk dat de regering in de persoon van president Santokki en vicepresident Ronnie Brunswijk er niet overheen moeten fietsen. Ze moeten er niet overheen fietsen. Het zijn serieuze opmerkingen, de burger. Je kan altijd in groepen zeggen, oké, we weten dat het niet goed is. Mensen uiten correct, terecht hun gevoelens. Aan de andere kant kan je ook zeggen, één groep die weet ook dat het niet goed is, maar die schopt er extra tegenaan, want die wil de regering zo snel mogelijk weg. Maar we moeten altijd de kern vasthouden. En de kern van de zaak is dat de mensen hun gevoelens en de maatschappij waarin ze nu leven, ze veel verandering verwachten in een mum van tijd, welke verandering niet gaat komen. Ik zeg het u, voorlopig niet gaat komen. De eerste paar maanden sowieso niet. Er is geen geld, maar er zijn veel verwachtingen gekweekt. Veel verwachtingen gekweekt. En vandaar dat die druk extra is, dat men ook veel terug verwacht. Want je hebt het gekweekt, je hebt het gevoed. En als je iets hebt gevoed, dan moet je presteren. Maar ik wens je een goed weekend toe. Doet u het voorzichtig. Ik voel ook de gevoelens van u. En ik hoop dat binnen de contrainen waar ik me soms in bevind, dat de mensen ook luisteren naar wat ik zeg. Want als je koppen gaat blijven doen, gaat het lastig worden. Lastig worden. Want ik voel wat de mensen voelen. Ik heb mensen om mij heen, veel meer mensen om mij heen. En mensen raken door omstandigheden, dan praat ik niet over mensen die bewust de regering kwaad willen doen, over die mensen praat ik niet. Ik praat over mensen die inderdaad hun emotionele, hun maatschappelijke gevoelens tot uiting brengen, dat die uitingen binnen de gezinnen tot allerlei vormen van escalaties kunnen gebeuren in gezinnen. Gezinsontevredenheid, stress, allerlei vormen van ontevredenheid binnen gezinnen door die maatschappelijke druk op een familie. Dus ik begrijp uw gevoelens en ik voel het iedere dag ook. En u zult zeggen, ja, maar jij draagt een das, hoe kan je het voelen? Als je in die samenleving woont en werkt, ontkom je er gewoon niet aan om ook mee te maken, mee te zien en mee te helpen herstellen. Dus ik hoop dat u uw mening blijft geven op een correcte manier zoals u dat hebt gedaan en altijd doet in deze uitzending. Want alleen door uw mening op een correcte manier te uiten, ongeacht wat uw mening is, moeten wij mensen wakker proberen te houden. En voornamelijk niet alleen de regering, we moeten ons parlementsleden wakker houden. Ons parlementsleden wakker houden, want u hebt hun gekozen. U hebt geen regering gekozen. U hebt het parlement gekozen. U weet dat toch, of weet u dat niet? U hebt geen president gekozen. Heb jij voor een president gestemd? Je hebt niet voor een president gestemd. Je hebt voor het parlement gestemd. Als je dat even begrijpt. Maar ik wens u een aangenaam weekend toe. Blijf veilig. COVID-free. U kent de regels. U kent de rules and regulations. En inshallah hoort u en ziet u mij weer woensdag in een andere aflevering van Rashid Pirkans. Kalajur Kal. Ram Ram. Namaskar. Goede havies. Assalamu alaikum. Dit was Farid Pirkan. Voor Rashid Pirkans, Kal, Aaj, Orkal.